Overal in de wereld wordt iedere dag vooruitgang geboekt. Maar er zijn ook krachten die positiviteit in de weg staan. Corrupt handelen, gevestigde belangen en partijen met onethische politiek vertragen oplossingen en ware vernieuwing op bijvoorbeeld het gebied van medicijnontwikkeling en het klimaat. Wat als dat kon veranderen? Hoe zou het zijn? Hoe zou het voelen? Wat als we op een dag musea hadden waarin onze kinderen leren dat er ooit onethische, egoïstische politici leefden zoals in House of Cards? Er is nieuwe politiek nodig en ik geloof dat het kan. Hoe? Door politieke partijen te vervangen door politiek op waterbasis. Op waterbasis, jazeker, met mensen die de positieve kwaliteiten van water hebben. Die zoals water kan transformeren in ijs of stoom, zich flexibel opstellen in hun omgang met andersdenkenden. Mensen in zogenaamde geen partijen, die zelf met betere ideeën komen in plaats van vooral anderen af te kraken. En die hun eigen fouten en domheden met regelmaat analyseren. George Washington had gelijk toen hij ooit zei dat politieke partijen een slecht idee zijn, omdat ze tot werktuigen van sluwe mensen zouden verworden. Wij moeten daarom geen partijen kiezen, maar mensen die bereid zijn zich in te zetten voor anderen. Mensen die net als water echte verbinders zijn. Dat is waterpolitiek.